Ja, mijn naam is Kees van der Peel en ik ben hier in Café Weltschmerz, een van mijn favoriete cafés. En de reden dat ik tot u spreek is dat Café Weltschmerz ook financiën nodig heeft. Het is een van de plekken, helaas een van de schaarse plekken geworden, waar opinies die niet normaal wordt, ook opinies moet ik er wel direct bij zeggen, die mij helemaal niet aanstaan. Maar ook de mijne en die van Karel van Wolfferen en van Stan van Hauken en nog een heleboel mensen gehoord worden. En net als de grote kranten en de andere media zit daar een productiekant aan die financiën nodig heeft. En mijn oproep is daarom om aan diegenen die de middelen daarvoor hebben, om niet te aarzelen om dit te steunen. Want het wordt steeds belangrijker om onwelgevallige feiten, die niettemin feit zijn, om die over het voetlicht te krijgen. En dat is waar Café Weltschmerz zich in specialiseert. Ja, goeiedag. Mijn naam is Kees van der Peel. Ik ben hier met Karel van Wolfferen, de beroemde journalist, schrijver en denker. En we gaan vandaag, ja, je moet nou eenmaal denken om te kunnen schrijven. En te, maar wij gaan vandaag spreken over de parallele realiteit waar we mee geconfronteerd worden. Mijn eigen insteek, en Karel is dat ook opgevallen, is dat we geconfronteerd worden deze dagen weer met een nieuwe golf van nepnieuws. En dat betreft dan de vier Russen die in april op Schiphol waren geland in de allerbeste bui, daar afgehaald werden door een persoon van de Russische ambassade. En ja, ik heb dan gehoord dat die mensen hier waren om een alternatieve satellietverbinding te plaatsen en te testen. En ook het geld te hadden wat precies nodig is om zo'n satellietverbinding hier te kopen. De apparatuur daarvoor, de details laat ik even voor wat ze zijn. En wij krijgen dan te horen dat een half jaar later dat eigenlijk een aanval was op de OPCW, de Organisatie voor Chemische Wapens. En dat is volgens, ik mag wel zeggen, Karel en mij een zeer onwaarschijnlijke verdenking. Om de simpele reden dat Rusland volwaardig lid is van de OPCW. En dus alle documenten die daar circuleren te zien krijgt. En ook volledig toegang heeft tot de organisatie. Die hoeft niet buiten de deur te staan in een auto met afluisterapparatuur. Om een organisatie waar je de toegangssleutel van hebt. Om daar gegevens van los te krijgen. Dus ja, de algemene vraag waar we voor staan is hoe gaan we nou om met die merkwaardige parallele situatie die is ontstaan dat 90% van de Nederlandse bevolking voorgeschoteld krijgt dat wij onmiddellijk bedreigd worden door Rusland en dat ja, niet met vier divisies maar met vier man via Schiphol een aanval is gepleegd. Niemand is overigens gearresteerd, want dan zou de consul erbij moeten komen en dan komen de feiten op tafel. Dus men heeft ze gewoon weer laten gaan. Dat wordt dan nu gepresenteerd als een geniale zet van de inlichtingendiensten. Maar ja, die 10% die daar buiten zit, die interesseert zich ofwel nergens voor of twijfelt aan de officiële lezing. En misschien is dat percentage nog wel groter ook. Waar gaat dat op terug? Hoe zit het met de feiten waar we over praten? En hoe zit het met ja, het mentale universum? Hoe hou je het eigenlijk vol om wat er in de krant staat met één oog dicht te lezen in de wetenschap van dit is gewoon een verzonnen verhaal? Is het altijd zo geweest? Is het erger geworden? Dat zijn de kwesties waar we vandaag over gaan spreken. Ja, het is wel erger geworden. Dat hebben we al in diverse eerdere sessies op Café Weltschmerz geconstateerd, althans op dit gebied, hè, het geopolitieke gebied, alles wat te maken heeft met Rusland en dus ook Oekraïne, dus ook Syrië enzovoort. Het is me wel opgevallen deze keer dat er toch wel wat draak gestoken wordt met dat hele geval. Kijk, het was een echte golf
Je krijgt het steeds te zien op het nieuws. Buitenhof zat de Britse ambassadeur, die natuurlijk zijn eigen regering vertegenwoordigt en ja, zijn lesje opzij. Of hij er zelf in geloofde, mag Joost weten. Maar, en vooral ook benadrukte hoe goed die inlichtingendiensten van Groot-Brittannië en Nederland samenwerkten. En hoeveel respect hij had voor die Nederlandse inlichtingendienst. Mensen die dat toch maar eventjes hadden enzovoort. Wat mij ook te binnen bracht was dat het geheel heeft een geschiedenis, hè, met die OPCW. Ja. Want ongeveer 16 jaar geleden, geloof ik, was dat. Het was in 2002. Toen werd het hoofd van die organisatie, hè, die dus moet toezien op de vernietiging van chemische wapens enzovoort. En het hoofd van die organisatie, een Braziliaanse diplomaat met heel erg veel diplomatieke ervaring. Hij was ook al 5 jaar hoofd van de organisatie. Zijn naam is Bustani. Bustani, geloof ik. José Bustani. Die werd door Bolton, toen de veiligheidsadviseur, of in elk geval een hoge rank in de George W. Bush regering, bedreigd. Ik heb net nog even, omdat we dit zouden gaan doen, net nog even gekeken naar een interview dat hij deed, nog niet zo lang geleden, toen Bolton opnieuw op het toneel verscheen als veiligheidsadviseur van Donald Trump. En Bolton is toen speciaal naar Den Haag gekomen, heeft het hoofd van deze organisatie verteld, je moet aftreden. Cheney wil je niet langer hebben. Met andere woorden, de vicepresident van de Verenigde Staten, die natuurlijk in die tijd echt de lakens uitdeelde. Bush was een soort stroomman president. Die zegt, jij moet aftreden, want je past op dit moment niet in ons straatje. Dat werd zoveel woorden gezegd. Bustani heeft toen geweigerd. En die zei, dat kan ik niet doen. En hij is een week of wat later, 2 of 3 weken later, door een speciale conventie, een speciale vergadering opgezet door de Verenigde Staten, op illegale manier zijn baan uitgegooid. Maar het interessante was, toen hij zei, ik wil niet aftreden, ik doe mijn werk goed, er is geen enkele klacht over wat ik heb gedaan en wat ik nu nog doe. Toen zei Bolton, ja, dat heeft ernstige repercussies. Als je dit weigert, ernstige repercussies, we weten waar je kinderen wonen. Ja. En hij had 2 zoons die woonden in de Verenigde Staten. Ja. Dus dit was een directe dreiging. Ja, ja, ja. Het is echt ongelooflijk dat zoiets dan kan gebeuren zonder dat de mediawereld in rep en roer komt. En die heeft het geweten. Er is voldoende ruggenbaarheid in gegeven. Met andere woorden, er is druk op dat instituut. Daar hebben we één belangrijk historisch voorbeeld van. En het kan best zijn dat in verband met Groot-Brittannië, die aanvankelijk weigert om een sample van dat zogenaamde gifgas waarmee de Skripals zouden zijn aangevallen, om dat te overhandigen aan de OPCW. Dat is natuurlijk wat ze moeten doen, volgens ook Groot-Brittannië is lid van die organisatie. Dat staat in de regels. Wilden ze aanvankelijk niet doen. En toen hebben ze dat gedaan, maar wilden ze wel zeker weten dat de OPCW dus het verhaal van Theresa May zou volgen. Ja. En er is ook, ik denk ook, dat de Russen, ja, die weten hiervan. En die wilden weten wat ze daar binnen zijn, in die organisatie met elkaar
bespreken. Ja. Die wilden natuurlijk ook graag weten wat er van buiten komt, vanuit Londen daar naartoe enzovoort. En hetzelfde geldt voor dat Zwitserse laboratorium, die ook die stof heeft onderzocht en op de proppen kwam met een suggestie dat er was een bijproduct bij. En dat bijproduct was ook een soort gas, maar had geen dodelijk gevolg, alleen je werd dan buiten Westen gebracht voor een poos. En het was wel gebruikt door de Amerikaanse militairen enzovoort. Dat is naar buiten gekomen via Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken in Moskou. Het kan best zijn, als er cybermensen bezig zijn, maar dat hoeven ze niet vanuit Den Haag te doen. Dus je kan het op allerlei andere manieren doen. Het is wel interessant om, dat denk ik, de belangrijkste vraag is, waarom nu die golf? Ja, en waarom vlak nadat Engeland ook aangekondigd heeft een cyberoorlog tegen Rusland te gaan voeren en het de mogelijkheid wil hebben om bijvoorbeeld het licht in Moskou uit te schakelen, al dat soort dingen. Amerika heeft een aantal Russische diplomaten ook uitgewezen, ook in verband met cyberactiviteiten. En je zou bijna vergeten bij dit soort dingen. Bolton was trouwens, als ik me niet vergis, gewoon de vertegenwoordiger van de VS bij de Verenigde Naties. Oh. Dus het is ook niet een geringe functie eigenlijk. Nee, een hogere absoluut. Functie ja, is ik genomen dan nationale veiligheidsadviseur nu. Ja. Maar je zou bijna vergeten dat het hele internet, dus de hele cybersfeer, dat een Amerikaanse sfeer is. Zowel het verdelen van namen als het beheren van alle servers en het hele netwerk. Daar is steeds geprobeerd door de rest van de wereld, en niet alleen Rusland en China, maar ook derde wereldlanden, om een collectief beheer via de VN of anderszins te organiseren. En dat is steeds afgewezen door Amerika, maar ook door de EU, die in dit geval zoals zo vaak eigenlijk de rol van vazal van de VS spelen. Dus ik las pas geleden van waarom zijn er eigenlijk geen Amerikaanse hackers, behalve dan af en toe een teenager die het Pentagon hackt. Maar waarom is er geen grote... We worden voortdurend gehackt. Ja, Snowden heeft duidelijk gemaakt. Ja. Als er van hacking in de wereld sprake is, we worden afgeluisterd. Jij en ik en deze programma's en onze e-mail enzovoort. Ja. Als ze het willen, kunnen ze het allemaal in... Medische gegevens, daar is over getwist nog in de Tweede Kamer. Maar het internet is een Amerikaanse vinding. Die is opgezet, die is niet later door de veiligheidsdiensten en de defensiesector ingepalmd. Maar die is opgezet vanuit de inlichting. Alle dingen zoals een zoekmachine, die voor ons natuurlijk enorm handig is inmiddels, zijn in eerste instantie voortgekomen uit de zoekbehoeften van de inlichtingendiensten. Ja, en de technici, die verwikkeld waren in het ontwikkelen van allerhande technologie in, van DARPA enzovoort. Ja, en het was een broedergemeenschap van gelijkgezinde technische mensen enzovoort. Ja, en vaak is... Ik heb ook de indruk dat degene die als PhD-student aan Stanford en andere universiteiten in de betreffende afdelingen actief waren op DARPA, beurzen en noem alles maar op, dat die eigenlijk als een soort dank voor de goede werkzaamheden later het recht hebben gekregen om hun activiteiten deels te privatiseren. En zo zijn Sergey Brin en anderen zijn eigenaar van Google geworden. Right. En daarmee miljardair. Maar goed, we praten nog steeds over de vraag. Wat moeten we nou... Jij noemde net, van er wordt wel enigszins tegemoet gekomen aan bezwaren tegen het officieel verhaal bij die vier... Nee, er wordt de draak mee gestoken. Ja. In de NRC krijg je dus opmerkingen van dan zijn er wel mensen die zeggen, en dan gaat men daar een beetje omheen lachen. In de Telegraaf werd onder andere aangehaald dat een van de vier zogenaamde spionnen, dat die gewoon op een datingsite stond in Moskou onder zijn eigen naam. Nou, dat is ook niet iets wat je in een James Bond boek zou leren. Dus allerlei twijfel wordt wel toegelaten. Niet in de zin dat er een stuk in de krant komt waarin een geïntegreerd verhaal of een samenhangend verhaal wordt geboden waar een andere lezing wordt aangeleverd, maar dat men met anonieme tegenwerpingen omgaat en daar probeert een beetje leuk op te reageren. Zo in die stukken die jij mij uit de NRC hebt gestuurd was dat eigenlijk heel duidelijk.
Ja, maar NRC is wat dat betreft toch uitzonderlijk geworden, hoor. In de Volkskrant stond een humoristisch stukje en dat was echt de vloer aanvegen met het officiële verhaal. De NRC die drukt af een interview met iemand en er wordt Poetin voorgesteld als het roofdier wat nu gestopt moet worden. Ja, ja. Kijk, die krant is wel zo heel ver gegaan over de schreef op dit gebied, dat is niet meer serieus genomen. Maar het wordt ook niet meer serieus genomen. Niet in de mate, denk ik, dat jij nog... Ik denk dat er toch een behoorlijk gezonde skepsis is komen opzetten. En dat dat mede verklaart waarom nu die nieuwe golf... Kijk, Theresa May heeft een nieuwe impuls nodig over die hele Skripal-zaak. Want de Britten geloven het niet. Het is een herhaling van zetten. Die is begonnen een maand of anderhalf geleden. Met die beelden van die twee Russen. En dan krijg je een heel lang verhaal waarom ze niet geloofwaardig zijn. Enzovoort. Tussen haakjes. Dat is ook wel op zichzelf al een interessant bijverhaal. En er wordt ook natuurlijk veel over geschreven, want het gaat op een zijspoor en dat zijspoor wordt dan interessanter. Ja. Maar wat deden die jongens daar nou eigenlijk? Dat is ook niet werkelijk verklaard, maar één verklaring die ik heb gezien, dat snijdt wel hout, denk ik. Mm. Kijk, er zitten in Engeland heel erg veel hele rijke Russen. Ja. Een aantal van die oligarchen die schatrijk zijn geworden na het opheffen van het communisme en het privatiseren van het Russische staatsbezit. Ze hebben tuinhuizen in Londen en ze zitten overal verspreid in aardige delen van Engeland. Mm. En hoe communiceren deze mensen met elkaar? Vooral als ze nog zaken moeten doen met handlangers, met het thuisfront. Ja. Dat doen ze via... Wat denk je? Niet via de telefoon en ook niet via Skype. Nee. Dat doen ze via persoonlijke bodes. En die twee jongens die dan worden beticht van misschien zijn het homo's. Dat klopt ook niet met de details van de verhalen. Dus ja, dat zou kunnen. In elk geval is er helemaal geen duidelijk verband gelegd tussen die twee. Dat was dus een herhaling van zetten. In maart en april was de eerste golf van verhalen daarover. Hoe slecht de Russen waren omdat ze onschuldige burgers kunnen vergiftigen op afstand enzovoort. Dat wordt door de Britten niet erg geloofd. Dus er moet een nieuwe golf komen en dat heeft niet gewerkt. Dus ze verliest op dit punt en er moet weer wat nieuws gebeuren. Ja, maar de vraag die natuurlijk wel altijd rijst is waarom, vanwaar de urgentie? Ik bedoel, als je denkt aan de Brexit, dan is er in Engeland op dit moment, je kan geen Engelse krant oppakken of de voorpagina is helemaal gewijd aan de Brexit-problematiek beide partijen. Maar mede dus, daarom, een afleiding. Een afleiding is volgens mij een onbevredigende... verklaring, omdat er zijn te grote zaken die op dit moment spelen op het gebied van de energievoorziening bijvoorbeeld. Als je denkt aan de Nord Stream 2, die tweede grote pijplijn, gaspijplijn, direct vanuit Rusland naar Duitsland. Uit Duitsland wordt helemaal niemand uitgewezen. In Duitsland is kennelijk helemaal geen spionage, terwijl je zou verwachten dat men daar dringend moet spioneren. Omdat je moet natuurlijk wel weten dat niet de Duitsers opeens een voet dwars gaan zetten als het gaat om die pijplijn. Nee, het gaat de spionageschandalen en de anti-Russische stemming wordt vooral opgefokt in Amerika, Engeland en Nederland. Ja. Nou, ik denk niet dat je een grote kenner van de geschiedenis van de energie moet zijn. Hoeft te zijn om te begrijpen dat we daar praten over Shell, over BP en over de Amerikaanse grote olieconcerns die allemaal rabiaat tegen Nord Stream zijn. Ja, Shell doet dan mee, dus het is nog even onzeker hoe dat uit gaat pakken. Ik zeg niet dat er een onmiddellijk verband is, alleen ik zou zelf zeggen, bij afleiding moet je toch eigenlijk ook invullen. Moet je zeggen, wat is daar het meest voor de hand liggende werkelijke thema wat er op dit moment speelt? Er is ook een conferentie van de NAVO geweest over cyberoorlogvoering, waar Nederland en Engeland misschien een belangrijk aandeel in willen hebben. Nederland heeft tenslotte is thuishaven van het op één na grootste... serverstation, het internetstation, in het internationale netwerk. Dus er zijn allerlei redenen waarom
Een land als Nederland, en ja, in de rest, als je denkt aan het bezoek van Rutte aan Amerika, aan Trump, waar hij zich in feite met, door nieuwe regelingen voor de veiligheid van Schiphol ingelikt heeft bij het Amerikaanse Patriot systeem, om het zo maar te noemen. Van de extreme bewaking van iedereen die reist van en naar de VS. Dus ik denk dat er te veel materiële redenen zijn waarom er op dit moment zo'n zaak naar buiten wordt gebracht. En dat dat niet alleen afleiding kan zijn. Want, ja, maar jij denkt dan aan iets wat nu in de schuld gevoel, dus wat de VS vooral in de schuld voeren over een heropleving van een... We hebben de Oekraïne, we hebben natuurlijk Syrië, maar jij denkt aan iets directs? Nou, ik raak altijd toch wel onder de indruk van twee dingen. Eén is de geweldige klunzigheid van de Russische propaganda, de public relations, die altijd nergens op lijkt. Ja. En onsamenhangend is, maar vooral ben ik onder de indruk van de samenhangende, hoe knap in elkaar zit de westerse propaganda. Ja, wordt samengewerkt. Ja, maar kijk nou eens hoe de zaak hier presenteert. Er komen dus vier spionnen die een aanval uitvoeren op de OPCW. Daar wordt dan direct bijgezegd, de organisatie die onderzoekt of Assad gas heeft gebruikt in Syrië. Dat wordt er gezegd. Ook wordt er dan gezegd, dat bij een van de daders, spionnen, wat dan ook, op zijn laptop is ontdekt dat hij probeerde in te breken in het Maleisische onderzoek naar MH17. Zo slaagt men er dus in om een hele serie dingen waarvan mensen denken, dat was er ook nog. Daar hadden die Russen ook nog een vinger in de pap. Ik ben daar wel van onder de indruk, want waarin het ook gekopieerd wordt. Het werkt ook wel. Ik kreeg te horen afgelopen week van, je bent maar zo erg pro-Russisch. Want overigens, ik ben niet pro-Russisch. Ik ben nieuwsgierig naar hoe de zaken in elkaar zitten. Maar je weet toch, ze kan toch zien dat ze niet deugen. Ja. Moet je nou weer zien? Die vier die zijn opgepakt. Ja. Het heeft ze zijn niet opgepakt. Nee, maar ze zijn aangehouden. Ze zijn aangehouden. Het werkt dus, zoals je zegt. Het heeft steeds opnieuw meer. Maar ik denk de geloofwaardigheid. Ja, voor ons. Ik denk dat we daar verschillen. Dat mijn gevoel, en dat is echt ook maar een gevoel, maar wel gebaseerd op wat ik om me heen hoor. En ook de bereidheid nu van mensen die er op een grappige manier iets van willen maken enzovoort. Dat er ook die Lubach op zondag, die maakte er grappen over. Ja. Ik denk dat we aandacht moeten hebben voor het ongeloof. Ja, ja, ja. Het ongeloof breidt zich uit. Nou ja, kijk, die Lubach is natuurlijk een enorm belangrijke figuur. Vergeet niet dat het referendum wat we gehouden hebben over de, of we gehouden hebben wat gehouden is, over de afluisterpraktijk hier, de sleepnetwet. Mm. Dat het halen van het aantal stemmen wat nodig was om überhaupt een referendum te krijgen. Mm-hmm. En de uitslag van het referendum volgens mij beslissend beïnvloed zijn, doordat die Lubach met humor deze zaak heeft opgepikt. Toen keek ik er nog niet naar. Nee, het is echt een uniek fenomeen. Ja, het is een beetje een imitatie van John, hoe heet die, Stewart in Amerika. Maar hij doet dat fantastisch goed. En als hij zoiets als dit doet, dan is dat ook, kijk, het is natuurlijk iemand die is geïnteresseerd in satire en hij zoekt naar onderwerpen waar de overheid zich eigenlijk een beetje belachelijk maakt. Ja. En in dit geval is het zo'n evident voorbeeld van fake news wat door de overheid wordt gelanceerd, dat hij daar opspringt. Maar ja, ik overschat zelf, jij zegt in mijn omgeving. Nou, in mijn omgeving, mijn omgeving is, als je met pensioen bent, is dat heel gevaarlijk om over je omgeving te spreken. Maar mijn omgeving is bijvoorbeeld de gymclub van mijn vrouw, dat zijn 17 oude dames die nog heel fit zijn. En als zij daar iets zegt wat in de richting gaat van Poetin vergoeilijken, dan valt er een pijnlijke stilte. En dit zijn dames allemaal een beetje, laten we zeggen, traditionele PvdA. Ja. Maar het gaat niet zozeer om of Poetin goed of slecht is, hoewel die opeenstapeling steeds van de slechterigheid, dat maakt ieder mens wel argwanig. Nee, het gaat meer over
Ik ben het de scheuren in de schijn gaan noemen. Het is, de schijn is niet intact meer. Er zitten scheurtjes in. En de twee, de Skripalzaak, zowel als die vergiftiging in Syrië, hebben daar toe bijgedragen. Ja. En ik denk dat het steeds verder gaat. En alleen bijvoorbeeld dat 9-11, hè, de reacties die ik krijg op wat ik zeg over 9-11, zijn eigenlijk heel interessant en praktisch allemaal positief. Alleen wordt er dan wel gezegd, ja, als je gaat beginnen over die false flag zoals Charlie Hebdo of de 7 juli aanslag in de Londense metro enzovoort. Ja, dat gaat te ver. Ja. En dan wil ik die scheuren in de schijn nog groter maken door mensen die dat denken. En daar dus om aan te moedigen om meer te lezen. Want er is wel degelijk, ik heb voor het eerst ook met dat in gedachten, voor het eerst een boek meegenomen zelf. En dat is We Are Not Charlie Hebdo. Toen dat gebeurde in Parijs, die aanval op die spotprententekenaars met zoveel doden enzovoort. Toen kwam er een golf van wij zijn Charlie Hebdo, iedereen doet mee, intellectuelen enzovoort. Dit is een boek waar een aantal Franse intellectuelen, een aantal Amerikaanse onderzoekers en nog wat mensen hun visie hebben gegeven op dat hele geval. En het liegt er niet om. Nee. Kijk, het feit. Heel ongelijk trouwens. Ongelijk. Ik heb toevallig dit boek ook. Nee, ongelijk, maar niet te min. Dat is ook iets over de achtergrond. Hè. Ja. Het vond plaats. Even daarvoor had de Franse president Hollande, die had aangekondigd dat hij de sancties tegen Rusland wilde verzachten. Hij had ook andere dingen gezegd die lijken op een. Maar hij zat met twee vliegtuigschepen die hij kwijt moest, die weer besteld waren. Plus hij. Hij zat in zijn maag met een aantal dingen en dat liet hij blijken. Ja. Dit gebeurde, maar op een manier waar heel erg veel vragen, zoals altijd het geval is, onbeantwoord bleven. Ja. Belangrijkste. Voor mij was dat doorslaggevend, was dat de politie-inspecteur die twee verdachten, het was zijn baan om dat te volgen, die is vermoord op diezelfde avond, terwijl die bezig was met een rapport over de gebeurtenissen te schrijven. Die wordt vermoord. Het is gezegd dat het zelfmoord is, maar het gekke was dat hij heeft zich dan zelf aan kant gemaakt met zijn dienstpistool, maar uit de verkeerde hand, niet uit zijn schiethand. Dat is allemaal bekend. Dat weet ik niet. Dat zijn feiten, dit zijn allemaal bekende feiten. Ik wil ook daar even iets over zeggen. Ja. Kijk, je hebt. Ja. Het gaat. Mij wordt vaak gevraagd, hè, van hoe weet je dat nou zo zeker? Je gaat al je vertelt iets en alles wat je ziet, dat past dan mooi in dat plaatje. En dat is natuurlijk onjuist. Nee. Ik weet niet alles zeker. Ik speculeer natuurlijk, zoals iedereen. En je hebt interpretaties van feiten. Maar waarom gaat zijn feiten? Ja. En die feiten zijn iets heel anders dan opinie. Het wordt wel verward met opinie. En dat hoor je steeds opnieuw. Ja. Jouw opinie is dit, die andere opinie is dat. Ja, dat mag wel zo zijn. Maar we hebben ook feiten. Ja. En jij kan niet je eigen feiten handhaven als je niet met de werkelijkheid overeenkomt. Nee. Nou, dit is dan zo'n voorbeeld. Ja. Een ander voorbeeld wil ik ook even iets over zeggen. Over die Londense 9-11. Dat was die aanval in de metro. Ja. Wat weinig mensen weten is dat een persoon die is vastgezet en ook voor 150 dagen in een min of meer eenzame opsluiting heeft gezeten in een Engelse gevangenis. Ja. Die was uitgeleverd vanuit Ierland, omdat hij had een dvd gestuurd naar Engeland, waarop een film te zien was, die gemaakt was, het verhaal van die 7 juli, die 7-7, tussen de 9-11, het 9-11 van Engeland. En hij is vrijgesproken op de rechtbank. Dus met andere woorden, er is een rechtszaak geweest, waar weinig mensen over weten, en hij is vrijgesproken.
Dus het was, hij was wel degelijk. Hij had niet meegedaan met een merkwaardige Britse wet. Die zegt als je dus valse dingen verspreidt over de regering. Dan kan je worden opgepakt. Dat heeft de Britse staat verloren. Ja. Dat is niet een onbelangrijk feit. Nee. Er is ook een boek. Er zijn andere boeken over Charlie Hebdo. Er is een boek over de Britse 7-7 aanslagen. Door Nick. Wacht even hoor. Nick. Dat is een beetje een Noorse-achtige naam. Je is zo te vinden hoor. Op het internet of bij Amazon. Waar heel erg duidelijk uitgelegd wordt wat er nou eigenlijk gebeurde. Wat er gebeurd is. Ja. Dus als je je verdiept in dit soort zaken. Ja, dan blijf je niet langer ongeloofwaardig. Als je hoort van niet alleen was 9-11 een false flag. Je hebt er een heleboel meer. Ja. We moeten ervan uitgaan dat ze er zijn. Maar, maar de vraag die dat toch oproept. Wie wil nou eigenlijk dat die false flags plaatsvinden en waarom? Vaak is mijn indruk dat bijvoorbeeld bij 9-11 dat het eigenlijk helemaal niet toe doet. Of nou alle details die ons worden voorgehouden dat gebeurd zijn, dat die in werkelijkheid helemaal niet gebeurd zijn. Dat is één ding. Maar de vraag is, waarom is men überhaupt gekomen? Jij kent dat verhaal net zo goed als ik, hè, het Project for a New American Century. Dat mensen zeggen, er moet een soort nieuw Pearl Harbor gebeuren. En dan pas zullen we die wijzigingen kunnen doorvoeren in de Amerikaanse strategie die nodig zijn om een werkelijk mondiale heerschappij te vestigen. Nou, dat laatste is voor mij eigenlijk veel interessanter en belangrijker dan de details van de gebeurtenissen. Nee, met Charlie Hebdo is het ook zo. Je moet speculeren. Volgens Hegel was speculeren de hoogste vorm van denken. Want de feiten vaststellen, dat kan een kind. Maar nadenken van hoe hangen die nou allemaal samen, daar heb je een hele lange ervaring voor nodig. Maar je kan er natuurlijk ook heel lelijk naast zitten. En ik denk dat bij die Charlie Hebdo ook het probleem is dat natuurlijk ziet iemand die ernaar kijkt van buitenaf, ziet direct dat het een enorm theater is. Er was trouwens in Parool een hele geestige cartoon. Mm. Dat een man staat met zijn bordje en staat op Je suis Charlie. Ja. En hij zegt, nu maar hopen dat niemand anders op dit idee is gekomen. Want wat bleek nou, iedereen had die bordjes al klaar. Het was een en al theater. En om de daders te vinden en zo waren overal hele bataljons politie die in gesloten glitten over de snelweg, snelwegen afgesloten. Je krijgt de tranen van in de ogen. Wat een theater daar allemaal is opgevoerd. Maar dan nog rijst de vraag van, stel nou dat het allemaal gebeurd is zoals het is gebeurd. Wat wilde men daarmee bereiken als men daar een hand in heeft? Er staat één artikel in dit boek. Ik ben het met je eens, het is oneven. Ja, er zijn betere en minder goede stukken. Maar een paar hele belangrijke. Dat vertelt dus over de manier waarop Hollande leek af te gaan drijven van de Amerikaanse agenda. Ja. Dat is één ding. Dat is één ding. Plus. En de Israëlische agenda. Het gaf niet aan, ik wou net zeggen, Netanyahu had hiermee een geweldige public relations stunt. We weten ook dat Hollande Netanyahu had geteld, je moet niet komen. Ja. Ja, want Netanyahu wilde komen om door de Champs-Élysées, die grote optocht enzovoort, arm in arm enzovoort. Ja. En Hollande had tegen Netanyahu gezegd, je moet niet komen. Nee. Maar dat heeft Netanyahu in de wind geslagen. Ja. En die kwam zo voor zo enzovoort. En die bracht de boodschap, alle Joden in Frankrijk, nu weet je waar je thuis hoort. Ja, ja, ja. Bij ons, bij mij, thuis, in Israël. Ja. Want hier is het te gevaarlijk voor je. Ja. Het is natuurlijk grote flauwekul. Ja. Maar dat is wel opnieuw weer. Ja. We hebben hier iets wat hoogstwaarschijnlijk een zaak was van Mossad, zowel als de Franse inlichtingendienst. Die werken samen. En dat is overigens in Engeland ook zo. Dat wordt ook door die persoon van wie ik de naam eventjes niet kan herinneren, in dat boek verteld. Dat is een MH5, MH6, samen met Mossad affaire geweest. Ja. Dus waarom? Ja, het heeft. Je moet de angst gaande houden. Je moet het idee dat het gevaar komt van die moslims. Ja, want dat is daar, dat is met 9-11 begonnen. Moslims zijn slecht. Hier hebben we een heel ander verhaal van migranten en van vluchtelingen die in sommige wijken de zaak op een... Kijk,
om de conventionele manier van samenleven is overhoop gehaald als je plotseling een heleboel vluchtelingen en een heleboel mensen uit een heel andere cultuur krijgt. Ja. Dat is onvermijdelijk. Het is niet zoals Blok zegt dat multiculturele samenlevingen nooit kunnen werken. Ik heb ze in heel veel plaatsen in Azië heel goed zien werken. Ja, maar waar het om gaat is een plotselinge injectie van een heleboel mensen die er niet naar de maatstaven van de omringende bevolking die er niet thuis horen. Ja. Dus dat is een ander verhaal. Maar het is begonnen, dat idee van de slechte moslim, is begonnen met 9-11. Het moet wel steeds opnieuw een impuls krijgen. Nou, dat was het geval met Charlie Hebdo. Dat was het geval met de Londense bombing. De Boston Marathon is een prachtig geval. Nou, voor een student political science, opdracht is onderzoek de Boston Marathon. Dat waren Tsjetsjenen, toch? Ongelooflijk. Ja, maar dat is nou een voorbeeld van waar autoriteiten de noodzaak zien om eens te experimenteren met martial law. En dat staat allemaal uit. En daar zijn ze in geslaagd. En dat die hele stad Boston, die is afgesloten geweest. Niemand mocht naar buiten. Maar de politie mocht overal naar binnen. Het is een experiment wat dus werkt. Ja, ja, ja. En het is het nog altijd, in Amerika is dat nog altijd een verboden onderwerp. Ja. Dus, maar daar zijn meerdere voorbeelden van. En die zijn ook heel instructief. Denk maar eens terug aan die situatie die je had in Engeland. Toen op een gegeven moment een Braziliaanse gastwerker in Londen is gevolgd van zijn huis naar de metro. Ja. Herinner je dat nog? Dat in de metro is toen het politieteam wat hem moest volgen, heeft toen hem 7 kogels in zijn hoofd geschoten. En toen is later die familie is uit Brazilië overgekomen en is ontvangen door die laffe Jack Straw met een beetje wat hulpeloos gestotter enzovoort, maar het was gewoon een oefening. Ja, het is van vaag. Hoe schakelen we? Vaag hebben we met zoiets. Ja, ik werkte toen nog in Engeland. 7 schoten in het hoofd. Dat is niet hoe een professionele politieman ongewapende Braziliaan onschadelijk maakt. Die pakt hem in een houtgreep. Ja. Dit is gewoon, die man die dat heeft gedaan, die is dus pathologisch. Dat is niet normaal dat je zo optreedt. Maar dat zijn daden die aangeven dat de overheid bereid is om geweld te gebruiken tegen burgers en dat van tijd tot tijd volgens mij ook wil laten zien dat iedereen goed de schrik in de benen heeft van ik moet in de pas lopen. Dat moet je zo nu en dan doen als je wil vasthouden aan die agenda die je eens hebt opgesteld. En wat er nu gebeurt, mijn indruk is dat ze zijn er een beetje paniekerig geworden in Washington, zowel als Londen. En waarom dan? Ja, paniekerig omdat de zaken gaan niet zoals ze hoopten. India heeft net gezegd van, ik scheid er mee uit, we gaan niet langer door, samen met Australië en Japan enzovoort, dat vierkantige indammen van China, doen we niet meer. En we kopen die luchtafweer van de Russen enzovoort. Ja. Dat is echt een heel belangrijke zet geweest. Ja. We hebben een duidelijke, kijk, de Syrië is een volslagen nederlaag voor zowel de VS als de Britten. Ja. En een klein beetje de Fransen ook. Ja. Dus het gaat niet zoals het hoort. En we moeten het vuur warm houden. Ja. Er moet toch een reden zijn om te kunnen doorgaan met het demoniseren van de Russische president. Er moet een reden zijn. Straks, als we iets willen doen, moet er voldoende openbare steun voor zijn. Ja, ja, en dat krijg je door dit soort dingen. Ja, dat laatste is zeker het geval. Maar ik denk dat het toch ook te maken heeft met ons hele maatschappijsysteem wat aan het kantelen is. Dus dat het IMF, dus niet een of ander newsletter in de marge, maar het IMF heeft gewaarschuwd dat nu binnen een jaar gerekend moet worden met een enorme crisis die de helft van het Amerikaanse bruto nationaal product kan kosten. Nou,
daar praten we niet meer over een incident, maar men praat over de gevolgen van het feit dat toen in 2008 de hele speculatieve piramide in elkaar is gestort, dat men daarna de banken die daar verantwoordelijk voor waren, via quantitative easing en nul rentevoet weer heeft gefinancierd. Ook toen die banken al lang weer op hun poten stonden, is dat doorgegaan. En het resultaat daarvan is dat we nu precies met dezelfde piramide, maar nog veel groter en met minder sociale buffers te maken hebben. Nou, dat is volgens mij de diepere achtergrond. Als jij zegt, men wordt onrustig, het werkt niet meer. Nou, wat er niet meer werkt, is dat. En het is een hele griezelige gedachte dat als er inderdaad een crisis van die omvang aan zou komen, we hebben natuurlijk ook altijd de sluipende crisis van de hele vernietiging van, van de biosfeer van de aarde, waar ook eergisteren of zo weer een heel dringend rapport over is naar buiten gekomen. Dat is de achtergrond van de bezorgdheid van die van de heersende klasse. Ik heb er geen ander woord voor. Voor de elites die de kern, de knooppunten zijn waar het denken plaatsvindt. En iedereen heeft het altijd over de. Ik had altijd studenten die zeiden: ja, ik heb nu over de Bilderberg gelezen en overal zit de Bilderberg achter. En dan zeg ik: ja, dan moet je ook eens over de trilaterale commissie gaan lezen. En dan bleek dat die ook overal achter zat. Dus op die manier kom je achter het bestaan van een. Ja, een klassebewuste, heersende klasse die op de lange termijn denkt. En op die uitdagingen wil identificeren. En antwoorden op die uitdagingen. En die bijeenkomst, hè, ik weet niet of je gehoord hebt dat Ollongren nu opeens getipt is in Trouw als de nieuwe premier. Nee, het is verschrikkelijk, ik weet het. Nee, maar die is wel op de Bilderberg-conferentie geweest om, ja... Nee, maar ik ben ook op een Bilderberg-conferentie geweest. En ik kan je vertellen dat, dat in die tijd... Dat werd tijd, die, dat is naar buiten. De Bilderberg-conferentie is een club van mensen op hoog niveau, zakenleven, politiek enzovoort. Vooral mensen die kort daarvoor... bekend zijn geworden omdat ze iets hebben gepubliceerd of omdat ze iets zijn geworden, vooral in het Amerikaanse systeem. Het is echt een Amerikaans-Nederlandse affaire waar de rest bij komt enzovoort. En de oude garde daarvan, die is inmiddels al overleden en die hielden contact. Het is opgezet met medewerking van of misschien zelfs per instigatie van Prins Bernhard. Ja, ja. En het heeft ervoor gezorgd dat een transatlantische elite met elkaar kon praten over toekomstige geopolitieke ontwikkelingen. Ja. En het ging natuurlijk over Atlanticisme. Ja. Nou, werden daar complotten gesmeed? Nee, kan best zijn. In de wandelgangen van die dingen worden altijd complotten gesmeed. Maar ik heb het vergeleken met een Davos-vergaderingen. Alleen, Davos is heel groot en de media zitten erbij enzovoort. Dus in dat opzicht is het heel anders. Ja. Maar zo heb je in Amerika de Council of Foreign Relations. Dat is ook zo'n groep. Ik heb verschillende vrienden, Amerikaanse vrienden, die zijn daar lid van. Ja, ja. Dat zijn ook mensen die in het intellectuele vlak of in de journalistiek iets betekend hebben enzovoort. En dat heeft zich van karakter veranderd omdat de geopolitiek verandert. Ja. Plotseling moest je Rusland zien als de nieuwe vijand. Er kwam een nieuwe Koude Oorlog en de Council of Foreign Relations doet mee. Ja. En helpt dan het zaakje verder voorstuwen. Maar er is meer oneenigheid binnen die elite. Er is meer gevechten binnen die elite. Machtsstrijd binnen die elite. Ook in de elite van de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. Ga maar na. Ja. Dus ik denk dat als je hier meer van wil weten, dan moet je vooral die dynamiek van die verschillende machtsstrijden moet je volgen. Juist. En die zijn er wel degelijk. Oh, ja. Wat er rondom Trump gebeurt. Ja, ja. En dat wordt door veel anti-Trump mensen in Amerika, voor heel duidelijke reden anti-Trump zijn, wordt dat niet gezien, wordt niet belangrijk gevonden. Maar het is van kardinaal belang. Ja, ja, ja. Want omdat Trump zo is zoals hij is en omdat die machtsstrijd wel degelijk plaatsvindt, kan Trump voor hele andere redenen misschien dan wij zouden willen het hele internationale stelsel onklaar maken. En daar is hij mee bezig. Ja, ja. Met NAVO enzovoort. Ja. Nou, nogmaals, kijk. Maar niet bewust. Hè? Kijk, volgens mij is het probleem van die... Kijk, de Bilderberg is natuurlijk begonnen in het midden van een enorme transatlantische... ruzie. Namelijk in Europa wilde men niet meegaan met het McCarthyisme van Amerika. Men wilde vooral niet het verbod op handel met de Sovjet-Unie en China volgen. En de Amerikanen wilden greep houden op de ontwikkeling in Europa. Dus, en de reden dat het allemaal geheimzinnig en achter gesloten deuren was dat men openhartig wilde kunnen praten. Dat is nog steeds zo.
En een van jouw collega's, een Engelsman, heeft ooit, die daar ook een keer is geweest. En die zei, ja, er wordt altijd heel gefantaseerd over wat er allemaal gebeurt. Maar in werkelijkheid wordt er eigenlijk de grenzen getrokken van de consensus waarbinnen legitieme opinies kunnen verschillen. Ja, precies. Nou, en, ja. Dat, nou, maar, en dat is, en maar Trump is natuurlijk iemand die daar buiten staat. Nee, maar is wel, ja, maar die is nog nooit op de Bilderberg-conferentie geweest. Nee, die wordt niet uitgenodigd. Nee, natuurlijk niet. Maar er is wel degelijk oneenigheid. Mm-hmm. En ik, dat is nog iets, ja. Ja, je hebt het over een elite, ja. En in Nederland en all long run, maar misschien enzovoort enzovoort. Ik denk dat we even naar die Nederlandse elite moeten kijken. Ja. En vooral de Nederlandse elite. Want je hebt een elite die gedeeltelijk is geïnformeerd. Een deel van die elite die niet wil geïnformeerd worden, nee. Want dat kunnen ze 's nachts niet slapen. Hè, dat is één ding. Maar je hebt, een vriend van mij, een poldergenoot, we wonen in dezelfde polder, die zei, Karel, je moet rekening houden met het kwispelen van de Nederlanders. Ja. Je hebt het gekwispel. Als ze vooral, en ik dacht toen, hè, dus Obama komt naar Nederland, als je erbij wil zijn met zijn lunchtoespraak, dan moet je bijna €1000 betalen, maar er zijn een heleboel Nederlanders die dat doen. Die zijn allemaal aan het kwispelen. Oh. En er is Obama die zegt wat, wij kwispelen. En je ziet het als Hillary Clinton, of als wat ik gezien heb, als Bill Clinton geïnterviewd wordt door Jinek, is ook niet de eerste de beste. Nee. Dan lijkt het op alleen maar kwispelen. Ja. Dus het is, en men beseft niet. Schoen zou dan likken. Men beseft niet wat voor mensen dat zijn. Men beseft niet wat ze gedaan hebben en hoe ze. Dat wordt veel te weinig beseft. In de beroemdheid van Obama in Nederland wordt steeds gezegd, God was er maar weer Obama. Ja. Obama is een oorlogsmisdadiger die nieuwe oorlogen is begonnen, die het stempel van goedkeuring heeft gezet op de oorlogen die ook volgens ons niet mochten van George W. Bush. Ja. Maar hij heeft het stempel van goedkeuring en heeft de hele droneoorlog, hij heeft er iets van gemaakt. Ja. Dat is zijn erfenis, de droneoorlog, waarbij mensen die helemaal niks gedaan hebben, maar misschien in de toekomst iets zouden kunnen doen, op afstand bestuurd vanuit Nevada, vanuit die kunnen vermoord worden. Ja, en we hebben het over duizenden, tienduizenden. En zelfs Amerikaanse staatsburgers, hè, mensen die dus een Amerikaans paspoort hadden. Daar heeft die Jeremy Scales een boek Dirty Words over geschreven. Nee, dat is geen En het is werkelijk, het is een soort oorlogvoer. Het is werkelijk een nieuwe variant van oorlogvoer. Ja, waarbij de soldaten, die zitten achter een beeldscherm. Ja, komen 's ochtends naar hun werk. En ze gaan lunchen ze gaan enzovoort. Maar zoals ik heb een aantal dingen daarover gelezen. Ook een aantal interviews met deze mensen. En eentje beschreef iets. Wat zal je bijblijven? Als ik je nu vertel, blijft dat je bij en de kijkers ook. Ja. Dus hij wacht. Hij kan een paar dagen lang een heel familieleven volgen. Want zo sophisticated zijn die dingen. Hij kan het volgen. Hij weet wanneer deze mensen gaan eten. Hij weet wanneer ze naar de wc gaan. Hij weet het allemaal. Hij zit dat te volgen. De man komt naar buiten met zijn zoontje. Lopen samen hand in hand naar buiten. De operator wacht op een moment dat kind verwijderd is. Op dat moment schiet hij die man dood, hè, van een afstand vanuit Nevada. Ja, ja. En even later maakt hij de fout om nog te kijken het resultaat ervan. En hij ziet het kind terugkomen. En de ledematen die zijn verspreid van zijn vader weer terugbrengen tot een menselijke vorm. Ja. En die man die heeft het niet meer. Ja. Die is voor de rest van zijn leven is deze man geestelijk gestoord. Ja. Kijk, dat gebeurt met de hedendaagse vorm van oorlog voeren. Ja. En de meest verantwoordelijke persoon daarvoor is Barack Obama. Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval de symboolfiguur die aan de top staat. Nee. Maar goed, hij was degene. Ja, ja. Hij had elke dinsdag of donderdag, ik ben vergeten welke dag het was, had hij een vergadering en daar werden de belangrijkste punten, de belangrijkste slachtoffers, die werden op een lijst opgeschreven. Ja, ja. Door Obama persoonlijk. Ja, ja. Nee, ik ken datzelfde boek en het is inderdaad een hele schok. En daar staan ook foto's in en ook uitspraken van allerlei commandanten van de Special Forces van Amerika. Ja. Die zeiden van, iedereen denkt dat Obama een beetje een softie is, maar het is een keiharde knikker. Hè, Dit is de vorm van oorlog voeren ja, ja. waarmee we te maken krijgen. Ja. Het is dat
plus het gevaar van een nucleaire uitwisseling. Maar er zijn nu al kleine drones. Ik heb ergens gelezen, en dat is geen fantasieverhaal, dat men in de toekomst demonstraties bijvoorbeeld wil beheersen door via artificial intelligence en gezichtsherkenning bepaalde figuren uit een demonstratie gewoon via een kleine drone uitschakelen. Maar goed, de vraag waar het uiteindelijk om gaat is, wat is het karakter van de bestaande orde? Waar gaat die aan bezwijken? En komt er iets voor in de plaats? Of is het dan alleen maar... Het is kolossale wanorde. Het is nu kolossale wanorde waarin de macht van de Verenigde Staten, die als vanzelfsprekend werd geacht in de Verenigde Staten en ook steeds, in Europa. Nog steeds, hè? Want als jij zegt, men heeft die heimelijke, dat terugverlangen naar Obama, dat kan je terugvertalen als een heimelijk terugverlangen naar de tijdperk. Maar dat is in Nederland, onder de Nederlandse kwispelaars, is dat natuurlijk zonder meer een goede macht. Ja. Want ja, en als we erover na gaan denken, is het misschien een soort van heimwee? Ja. Was Obama er nog maar een soort van idee? Maar het is een tanende macht, heel erg duidelijk. Hij kan zich handhaven door zo verschrikkelijk bruut geweld, dat we het misschien niet meer overleven. En dat zou, theoretisch is het mogelijk, en het is niet uit te sluiten. Maar ik denk dat we op een punt zijn gekomen dat de wanorde zo duidelijk is geworden voor zoveel mensen, dat je iets gaat zien. Je ziet je ziet het in Rusland. Ik denk dat wat Poetin op 1 maart van dit jaar deed, door te zeggen, ja, jullie hebben misschien allerlei ideeën in je hoofd over een first strike. Hè, en dat dit zou dan vernietigend zijn voor de belangrijkste Russische steden met kernwapens. Maar we hebben nu materieel en waardoor dit niet meer kan. Nee. We kunnen nu daarvan echt een goede tegenstand. Dus de Amerikanen en de Russen moeten heel erg gauw om de tafel gaan zitten voor wapenbeheersbesprekingen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En ik denk ook dat dat gebeurt. Ik denk ook dat zeker tussen de militairen. Daar ging het over met Helsinki. Maar de militairen, weet je, ik heb de laatste tijd een en ander gelezen over wat er nou eigenlijk gebeurde rondom Trump. Is niet makkelijk, want je moet vertrouwen op heel erg verschillend. En je ziet hoe Trump toch vecht met ook zijn militaire mensen. En dat heel erg veel van wat die militairen willen nu geheim gehouden wordt voor Trump. Het is Trump, ik denk dat dit is niet zoals sommige van mijn goede Amerikaanse kennissen en vrienden denken. En die zijn gewoon helemaal anti-Trump. Alles wat hij doet kan niet goed zijn. Ja. Maar dat idee dat Trump echt niet langer wil vechten in het Midden-Oosten. Misschien nog wel Iran. Dat moet hij doen, omdat dat een bot is in de richting van de neoconservatieven die tevreden moeten worden gehouden. Tot op zekere hoogte. Heb je niet gelezen die van Paul Craig Roberts, waarin hij zegt, ik had 3 redenen om op Trump te stemmen. Ja, ja, ja. En een daarvan was dat Trump in ieder geval inzag dat hij goede betrekkingen met Rusland moest hebben. En hij zegt, in werkelijkheid is dat dus ontregeld en is nu de buitenlandse politiek van de VS in handen gelegd van de schoonzoon van Trump en Netanyahu. Ja. Nou, dat is één. Dat is Iran. Ja, dat is precies. Ja, nou, maar dat zijn. Nou, zijn schoonzoon is niet een neoconservatief, maar werkt wel samen met een neoconservatief. Ja, dat is om ter wille van en Bolton enzovoort. Ja, ja. En dus dat. Maar ik denk dat nog altijd, de tekenen zijn er nog altijd, dat Trump wil niet verstrikt blijven en nieuwe verstrikkingen aangaan in het Midden-Oosten of waar ook. Ik denk dat hij daarin, voor wat voor redenen ook, dat hij daar, zou ik gewoon stijfkoppigheid kunnen zijn aan zijn kant, maar dus voor ons is het goed. Maar nogmaals, er is veel meer oneenigheid binnen die elite, er is veel meer de bewustzijn dat het wanordelijk is, want het is krankzinnig. Er zijn zoveel dingen worden op de spits gedreven in de Verenigde Staten, waardoor je alleen maar kan concluderen, ze zijn er allemaal gek. Ja, het land staat ook aan de rand van de afgrond. We hadden pas een collega uit Californië hierover. En die zei van in de verbinding tussen Noord- en Zuid-Californië is één trein op één spoor. Ja, 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 ja. Terwijl in China, daar heb je nu tussen alle steden hoge snelheidstreinen. Nee, maar we hebben, natuurlijk
infrastructuur is verschrikkelijk en een heleboel andere dingen. Ik denk dat je hier te maken hebt met een van de meest tragische ontwikkelingen in de geschiedenis. Wat ons moet aangaan. Ja. Want wij hielden van Amerika. En we zijn ook wel, ik denk ook wel dat we Amerika en Canada iets verplicht zijn. Vanwege de Tweede Wereldoorlog. Amerika is ook een heel erg goed land. Ik ben het vaak doorgereisd en ik mag de Amerikanen heel graag. Maar het is het minst geïnformeerde volk ter wereld. Ja. Het is zo ongelooflijk. Zo ongelooflijk, niet dom, maar zo ongelooflijk ongeïnteresseerd en oningelegd. Ja. Het kan gebruikt worden, en daar heb je het weer opnieuw. Je hebt een bovenlaag, of mensen die naar de bovenlaag geperculeerd zijn, helemaal naar boven. En die doen wat zij willen, en het Amerikaanse volk is daar het slachtoffer van. Ja, doe je support the president, zeggen ze, als het oorlog is. Maar, bij een benzinepomp. Maar dan zegt iedereen, oh yes. Ik ben wat meer pro-Amerikaans in van nature misschien dan jij. Ja, ja. Ik ben zeker niet. Het is tragisch wat er gebeurd is. Ja, ja. En dat is iets wat Amerikanen zelf soms aanvoelen, maar toch niet openlijk kunnen zeggen. Want dan, ja, ze zeggen, hè, zoals Chris Hedges. Volg Chris Hedges op zijn manier, hoe hij het allemaal uitlegt. Heel interessant, het is een van de meest intelligente correspondenten die de New York Times ooit heeft gehad. En hij schrijft steeds, hij blijft wel boeken schrijven. Hij blijft af van de allergrootste leugens. Hmm. Wil die niet aankomen, omdat hij, ja, wat hij nu doet, wil die niet verspelen door daar zijn prestige te verspelen. Ja. Maar dan zie je hoe mensen zoals hij, en hij vertegenwoordigt een hele groep mensen waaronder ik aardig wat kennissen heb, die net zo zijn. En het is iets wat zo verschrikkelijk is, dat er nauwelijks woorden voor zijn te vinden. Ja, ja. Nee, maar ik deel die liefde van jou voor Amerika niet, behalve dan dat in de VS natuurlijk enorme belangrijke culturele ontwikkelingen zoals de jazz en de Woody Allen en noem alles maar op. Maar ik vind het hele onnatuurlijke landen, omdat daar de inheemse bevolking volledig is gemarginaliseerd, zo niet uitgeroeid. Ik heb wat dat betreft meer een algemeen mensenliefde, zal ik maar zeggen. Nee, maar wacht even. Dat is honderden jaren geleden en het is verschrikkelijk geweest. Natuurlijk, we hebben het over een volk wat daarna is komen wonen en wat daarna zich heeft vermengd. Ja. En het is een van de vriendelijkste, een van de aardigste, een van de meest hulpvaardige volken die ik ken. Niet in recente jaren, na die 9-11, want het is dus echt door die Patriot Act en door de angst die wordt aangemoedigd en door de polarisatie die wordt opgestookt, is het natuurlijk steeds erger geworden. Ja, nou ja, ik deel het de opvatting van Louis Couperus, onze grote romancier aan het begin van de 20e eeuw, die zei: naarmate het lot van de mensheid mij meer ter harte ging, interesseerde me het lot van bepaalde groepen mensen steeds minder. En dat heb ik ook met de Amerikanen. Ik wens ze ook al het beste toe, net als iedereen. We praten over een planeet die zwaar overbevolkt is en die aan enorme gevaren blootstaat. En wij praten over de concrete manier waarop die gevaren worden gemanipuleerd en nog eens een keer extra gevaarlijk worden gemaakt, doordat men onstabiele situaties creëert. En wat is er gebeurd in Frankrijk? Er is toch met Charlie Hebdo niet zomaar een incident heeft er plaatsgevonden, maar er is eigenlijk een hele verandering gekomen van het politieke systeem. Het is de 9-11 van Frankrijk. Ja, toen Macron gekozen moest worden en het leek alsof Marine Le Pen te ver weg zakte. Ja, 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 de ding is, werd er een aanslag op de Champs-Élysées gepleegd. Politieagent dood. Le Pen in de tweede ronde. Als op zo'n manier de democratie wordt bestuurd. We hebben het, tenslotte, we zijn Europeaan. We zitten in de Europese Unie en we hebben het vaak genoeg over Europa en de Europese Unie. Ik denk dat je kan het niet vaak genoeg zeggen. We zitten, ik heb het een keer eerder gezegd, ook met jou hier, we zitten onder de curatele, de Nederlandse inlichtingendienst staat onder curatele van de CIA, Ollongren inclusief, enzovoort. Ja. En het is het is verschrikkelijk dat er gebeurd is. Ja. We hebben nog geen echt 9-11 meegemaakt, behalve de MH17, waar jij natuurlijk meer van af weet dan de meeste mensen. En misschien moeten we nog even het hebben over de stoorzenders. Die steeds opnieuw weer om de hoek komen kijken om het geloof te.
En dat is bijvoorbeeld Bellingcat. Ja. Ook met deze vier figuren. En heel veel mensen die lezen nog altijd, als ik iets van Bellingcat zie in de NRC of op de tv, Bellingcat dit en Bellingcat dat. Deze man is een van de grootste zwendelaars. Die heeft gezien hoe die, hij had geen baan, ja. Werkeloos. Hij werkte voor een lingerie iets, en winkel en voor de arts en baan is even wat in de social service gaan doen en ontdekte dat hij met zijn, want hij was wat je met je computer doet, de spelletjes videogames. En hij heeft ontdekt dat hij, en hij begon met een pseudoniem Brown Moses, de slechte dingen van Assad noemen. Ja. Nou, dat bracht hem onder de aandacht van de Atlantic Council. Ja. Wat heel veel mensen niet weten, die Atlantic Council is een privéonderneming, een denktank. En die zuiver en alleen bestaat om propaganda te leveren voor de NAVO. Ja. Hij werd kort voor geval van MH17, dat weet jij beter dan wie ook, ingeschakeld om de flauwekul twee dagen voor het neerhalen van het vliegtuig is hij begonnen als Bellingcat. Daarvoor was het nog Brown Moses. Dus Bellingcat is op 15 juli 2014 online gekomen. Je hebt een geschiedenis. Je hebt de redactie van Der Spiegel, toch niet het eerste, de beste Duitse blad, heeft zijn excuses aangeboden aan zijn lezers dat ze dat ze Bellingcat serieus hebben genomen. Ja. Er is een gepensioneerde Duitse openbare aanklager. Die heeft gezegd, het moet nou eens afgelopen zijn met het geloof in Bellingcat. Maar het blijft maar doorgaan. Ja, ja. En dus opnieuw weer, steeds opnieuw weer. Deze man heeft een manier gevonden om heel rijk te worden. Tenminste, ik neem aan dat hij goed wordt betaald voor zijn diensten. Hij bedient mensen op hun wenken. Ja. Wil je nog iets meer weten over die spionnen en wat hun eigenlijke namen zijn? Ja. Wil je dat in de krant krijgen in Nederland en overal en op tv? Bel Bellingcat. Ja. En het blijkt dus dat de details die zijn nagetrokken door mensen, die laten zien dat het volstrekt fraude allemaal is. Ja, dus ze hebben dan die foto van het zogenaamde paspoort van de geheime agent hebben ze uitvergroot. En daar zie je dat er een onderbreking zit in de stempel op het paspoort en de stempel op de foto. Dus een millimeter is daar weg. En zo zijn er nog een heleboel. Hoe komen zij aan het rijbewijs van een van die mensen en al dat soort dingen. Dus nee, het meest beangstigende is niet dat zich zo iemand aandient. Het meest beangstigende is de goedgelovigheid waarmee de media dat allemaal absorberen en maar door blijven geven zonder enige kanttekening. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik lees geen Nederlands. Het zijn ook helemaal geen Nederlandse kranten, het zijn Brusselse kranten. Maar die lees ik niet elke dag om dat te controleren of het echt zo waterdicht is. Maar ja, jij zegt dat een heel satirisch stuk in de Volkskrant heeft gestaan over die vier. Hoe komt dat dan erdoor? Ja, dat weet ik niet. Omdat dit is een zo krankzinnige situatie. Hoe komt het door in de Telegraaf dat die natuurlijk iets minder officieel is, dus misschien ook iets makkelijker afwijkende meningen doorlaat, gek genoeg. Maar hoe komt het door dat een van die mensen gewoon op een datingsite staat onder zijn eigen naam? Ja, deze zaak zit slecht in elkaar, is klunzig. Vergeet niet dat Snowden op een gegeven moment heeft gezegd, de AIVD en de MIVD zijn bij de NRC heel erg geliefd. Niet omdat ze zo goed zijn, maar ze doen alles wat wij zeggen. Ja. Nou, en dat komt hier natuurlijk al heel duidelijk tot uiting. Ja. Het is een hele klunzige operatie. Al die geheime diensten. Daarom is volgens mij de rol van een geheime dienst is niet altijd de afdoende verklaring. Omdat als het er echt op aankomt dat ze iets moeten doen, blijkt het vaak heel slecht te opereren. Ja, met de Molukse kaping en zo kregen ze de sleutel van een kleuterschool die bezet was. Ja, dat is ook open. Al een behoorlijk lange tijd geleden. Ja. In een ander, universum. Ja, maar tegenwoordig zijn de eisen die natuurlijk gesteld worden met het gebruik van sociale media en de IT-revolutie die intussen heeft plaatsgevonden. Oké, als je geen soevereiniteit hebt, die hebben wij niet. Als je geen soevereiniteit hebt, dan is een staatsorgaan zoals de AIVD, functioneert niet
zoals het zou functioneren als Nederland wel soevereiniteit zou hebben. Nee, precies. Maar zolang het niet alleen onder Brussel, maar indirect en niet zo heel erg indirect, nee. ook onder de CIA opereert. Zeker. Hoe kan dan een Nederlandse inlichtingendienst werkelijk functioneren? Nee. Nou, het zou kunnen dat er een groep is binnen die inlichtingendienst, misschien oudgediende, misschien mensen die er nieuwer zijn, maar wel door de oudgediende zijn gebriefd en verteld, hey, let op. Want het gaat nu goed, maar misschien gaat het in de toekomst niet zo goed. Nee. Je zou hopen dat ook in Nederland zo'n groep mensen bestaat. Ja, ja, ja. Zoals die veteranen in Amerika van Ray McGovern. En dat soort mensen die van tijd tot tijd waarschuwen. Ja. Maar ja, goed, die waarschuwen van tijd tot tijd. En, veel... Het heeft effect. Ja. Kijk, wij misschien praten. Onder hun collega's. Kijk, ik denk dat aardig wat mensen die dit zien, die zijn al, die hebben door eerdere episodes, zijn ze al van gedachten veranderd? Of zijn misschien op het punt? Ja. En het is dan predik je de gelovigen. Ja. En waarom? Jij zegt het is niet zo belangrijk om te zeggen hoe het nou echt gegaan is. Ik vind van wel, omdat je juist de mensen die nog niet zo ver zijn, die moeten beseffen waarom zo'n Bellingcat niet deugt, waarom het een zwendelaar is. Die moeten beseffen hoe het hoogstwaarschijnlijk in zijn werk is gegaan, maar vooral beseffen het allerbelangrijkste, en dat is een feit waar we zeker van kunnen zijn, het enige waar we zeker van zijn, officieel verhaal klopt niet. Nee. En het officiële verhaal klopt niet, het moment dat de media geen vragen meer stellen, het moment dat ze voor natuurlijke vragen laten liggen, het moment dat ze niet hun wenkbrauw fransen, het moment dat een Nederlandse onderzoekcommissie akkoord gaat met de Kiev inlichtingen mensen, dat als zij een veto uitspreken, het rapport niet wordt gepubliceerd. Het moment dat geen forensisch onderzoek plaatsvindt ter plekke waar die wrakstukken liggen, dat moment zouden de kranten natuurlijk vragen moeten stellen. Ja, dat doen ze niet. Het moment dat. Nou, RTL heeft een beetje gedaan. Het moment dat we horen dat een rijbewijs of een paspoort is gevonden in het debris van iets. Ja. Of ook meestal hebben ze het paspoort van Poetin. Dan weet je al dat het is eigenlijk, opnieuw weer, ik heb dat eerder gedacht, dat is een knipoog naar ons. Ja. Wij weten heel goed dat je dat niet kan geloven, maar we, doen het we komen ermee weg. Ja. Nee, inderdaad. Het is net alsof mensen een hand willen overspelen om eens te kijken of ze zo ver kunnen gaan. Wij komen ermee weg, knippen. Ja, ja. Maar blijft het feit dat, volgens mij kan je mensen overtuigen dat bepaalde feiten niet kloppen. En dat is heel belangrijk, omdat ze op dat moment kritischer zullen worden tegenover de overheid die met die feiten komt en de media die ze geloven. Het probleem ontstaat op het moment, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Charlie Hebdo, als je een alternatieve verklaring wil leveren die helemaal waterdicht is. Ja. Want ik heb nog een boek over Charlie Hebdo, en dat is door een Duitser geschreven. Daar staan ook hele interessante details in die ik niet wist. Maar er staan ook weer pogingen in om, ik noem maar wat, dat allerlei aanslagen gepleegd zijn vanuit een Citroën C3. Ja, dat zal best. Maar begrijp je, dus men wil dan elk feit als het ware op een even hoog plan van verklarende waarde zetten. En daardoor krijg je dat is nou echt wat je noemt samenzweringstheorie. Dat suggereert dat alles wat er gebeurd is, in Engeland zeggen ze, is het een cock-up or a conspiracy? Ja. En dan is het meestal het eerste. Ja. Namelijk, er is gewoon iets fout gegaan. En dat geldt hier in heel veel opzichten ook. Het belangrijkste is, waarom liegt de overheid over de kwestie die we onderzoeken? Of het nou Charlie Hebdo, of 9-11, of MH17. Waarom die leugen? Wat wil men uit zicht houden? Nou, je bent niet soeverein. Nee, oké, maar wie is dan die andere partij die iets uit het zicht wil houden? Wat wil men uit het zicht houden? Dat is een belangrijke vraag. Wij kunnen niet van achter de zwarte tafel hier zeggen wat is er precies gebeurd in de kosher supermarkt bij Charlie Hebdo en in het redactielokaal van het Schandblaadje. Het moest een anti-Joodse actie, mee verbonden zijn. Ja, precies. Vandaar dat Netanyahu enzovoort alle Joden moeten naar Israël. Ja, jij zegt dat hij liep op de Champs-Élysées, maar dat was helemaal niet zo. Ze stonden in een zijstraat. Stonden arm in arm, net alsof ze voor zo'n... Maar dat was allemaal helemaal afgeschermd voor die foto opportunity. Ja. Nee, dat is... misschien moeten we het bij deze... het saaien van deze laatste twijfel maar even laten. Vorige keer zijn we geëindigd met iets optimistisch. Ja. En
ja, voordat ik hierheen kwam, kreeg ik ook nog onder het hart op het hart gedrukt van, laat de mensen nou niet achter met een gevoel, alles is leugen en bedrog. Nou, de Indiaanse regering die heeft dus gezegd van, we doen niet mee met die omsingeling van China. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. En wij bestellen de S-400. Wij bestellen de S-400. Ja, maar die heeft Pakistan nu ook besteld. Ja. Dus het kan wel eens zijn dat daar een beetje... Nee, maar dat is ook interessant. Ja, ja, ja. Nee, Pakistan maakt allerlei bewegingen en een overture naar Rusland. Ja. Nee, ik denk dat dat... Het staat dus wel degelijk... Er is beweging. Dat is duidelijk. Nou, laten we hopen dat het beweging in de goede richting is. Nou ja, kijk, het is natuurlijk gevaarlijk als een... De Verenigde Staten is... Dus die elite in de Verenigde Staten, die de laatste twee decennia de lakens heeft uitgedeeld. Ja. Die is de macht over de stuur even kwijt. Die heeft natuurlijk een agenda wat ze niet kunnen afwerken. Nee. En die kunnen misschien mikken nu op een wie weet wat, waardoor de zaken weer veranderen. Ja. Ja. Het zou kunnen. Nou ja, de midterm elections komen precies, eraan. Iedereen wacht, want dat is dan weten we of als de democraten het Huis van Afgevaardigden winnen, als daar meerderheid krijgen, dan gaan ze impeachment processen beginnen tegen Trump. En de Senaat keurt dat af natuurlijk. Ja, dat ja. Is, dus Trump wordt niet impeached, dat niet. Maar er verandert wel. Ja. Ja, maar er komt wel het Mueller-rapport komt naar buiten op een gegeven moment. Hè. En ik heb mijn Californische bezoeker, die zei, wat daar de doorslag zal gaan geven, is de banden die Trump heeft met georganiseerde misdaad. Namelijk als onroerend goedmagnaat is dat bijna onvermijdelijk. Je hebt cement gekocht van dat soort figuren. Ja. Ga zo maar door. Maar goed, laten we dan even de uitslag van de midterm elections afwachten. En dan spreken we elkaar weer. Ja, dank je wel, Karel.